In aflevering 6 van de Teal Mask DLC kom ik gewoon even een random shiny Pokémon tegen. En we wekken de loyale 3 weer tot leven, wat eigenlijk niet de bedoeling is, want ze zijn helemaal niet zo loyaal, want ze pesten Ogerpon. Daar gaan we natuurlijk een stokje voor steken. Ja, in de vorige aflevering hadden we dus de Crystal Cluster gevonden hier in dit meertje door een Milotic te verslaan. En nu moeten we terug naar het dorp. En terwijl we over dit prachtige landschap vliegen, knal jij natuurlijk even je duimpje omhoog. Ik zie dat de laatste tijd steeds minder mensen dat doen. Doe dat! Terwijl we neerstorten, daar help je me heel erg mee. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Ga ik eens even een praatje maken met opa die we over het kristal gaan vertellen. Hallo, hallo, we hebben hier de kristal voor jou. En opa zegt, Rick, Carmine, sorry. Wat is er gebeurd? Waarom moet je sorry zeggen? Er is het met Kieran. Wat is er met Kieran? Hij is weggerend met het masker. Wat? Waarom zou Kieran dat doen? Heb je hem verteld over de ogre, Rikachu? Nee, ik heb niks gezegd. Helemaal niks. Maar Kieran die heeft ons gehoord. En Kieran die is slimmer dan wij denken. Hij ging naar de Loyalty Plaza met het masker. Daar moeten wij nu heel snel naartoe. Zo, trouwens wel vet fonteintje. Als ik later ooit weer een keer een tuin heb, dan wil ik ook zo'n fontein. Dat is echt super cool. Nou ja, met Magikarp is wel epic. Zo'n super grote Gyarados fontein. Dat is ook sick. Is dat nou een shiny? Is dat een shiny Spinarak? Ja, hè? Ja. Holy moly, we vinden gewoon weer een random shiny. Even snel opslaan natuurlijk. Wat is dit nou weer? Ja man, gewoon random shinietje. Ik loop hier gewoon langs en ik denk, hè? Die is niet groen. Die is een beetje blauwig. Ik heb hem niet eens gehunt of whatever. En volgens mij hebben we hem ook gewoon gelijk te pakken met een Wonder Catch. Hoppa, nieuwe shiny. Kijk nou joh. Nou, waar kom jij opeens vandaan, vriend? Zullen we hem gelijk evalueren? Ja hoor, daar gaat hij. Daar gaat hij. Onze shiny Spinarak die hier random gewoon lekker langs komt lopen. Gaan we veranderen naar een shiny area. Dus even kijken hoe die eruit ziet. Oeh, oké. Die is wel cooler dan shiny Spinarak. Eigenlijk best wel een vette shiny. Maar ja, ik denk dat Spinarak niet zo'n hele goede Pokémon is. Laat in de comments even weten of shiny Aerialdos in mijn team moet. En zo ja, welke moves ik er moet leren en hoe die het beste is. Kijk dan. Het is best wel cool hoor. Die poten zijn blauw-geel. Ik vind hem wel vet. Maar ja, het lijkt me gewoon dat ik niet zo heel veel heb aan die Pokémon. Oké, Kieran die zou hier ergens moeten zijn. Ja, kijk, zie je, hij staat daar. Dit is waar we helemaal in aflevering 2 waren. Eens even kijken wat hij heeft te vertellen. Hij zegt Rikachu. En Carmine is er ook. Die zegt, wat doe je hier? En hij zegt, jullie twee wisten het, hè? Jullie twee wisten het. Jullie wisten dat de ogre helemaal niet de bad guy was in dit verhaal. De loyale 3, die waren de bad guys. Maar de ogre, die wordt als een buitenbeentje behandeld. Carmine, die zegt, nou, wist je dat? Wist je dat? En jullie hebben niks tegen mij gezegd, zegt Kieran. Kijk, hij wordt weer boos. Ja, ik snap het wel. Jullie behandelen mij als een buitenbeentje, terwijl jullie de ogre zelfs hebben ontmoet. Ja, zie, ik zei toch, Carmine, dat je gewoon de waarheid had moeten vertellen tegen Kieran. Nu is hij boos. En terecht, hij heeft gelijk. Hij zegt, je bent helemaal niet anders dan die bewoners van vroeger. Je beseft niet hoeveel ik van die ogre hou. Jullie doen alsof jullie alles weten. Maar achter mijn rug om lachen jullie me uit. En Carmine zei, ja, dat is niet wat er gebeurd is. Nou ja, we hebben inderdaad niet achter je rug om lopen lachen. Maar kijk, hij gelooft dus gewoon niet meer. Ja, en dat krijg je ervan, hè? Dat krijg je ervan als mensen tegen je liegen. Carmine die zegt, ja, dit is super raar. En Kieran die zegt, battle mij. En als je wint, dan geef ik je het masker terug. Kom op, battle me. Oké, is goed. Ja, laten we battelen. Ja, ik ben wel echt zo. Ik ben team Kieran eigenlijk. Ik vind dat Kieran echt gelijk heeft. Je moet niet zomaar liegen tegen mensen. Maar met welke Pokémon begin je, Kieran? Hij begint met Jan Mega. Ik heb mijn Clefable nu op de eerste plek staan. Kieran die zegt, ik weet dat dit niet goed is, maar ik kan je het masker niet zomaar geven. Oeh. Zijn Pokémon is level 68. Hij doet een not very effective move. Ja, dit vind ik eigenlijk niet oké. Dat hij dan toch zoveel damage doet. Hier is een Moonblast. Die doet ook niet zo heel veel. Probeer maar alsjeblieft niet. Hoe maak je mij kapot met not very effective moves? Ik moet echt even gaan trainen gewoon. Ik heb een beetje het gevoel alsof Kieran best wel te sterk is voor mij. Kijk, die moves zijn allemaal not very effective. Maar ja, Jan Mega is toch wel echt een goede Pokémon, denk ik. We slaan hem nu wel, want ik heb nu wel een super effective move. Op zijn bakkes, Fire Blast. Ik had eigenlijk met Ninetales moeten beginnen. Hij gaat nu met een Poliwrath. En ik ga met Sinistra. Gras tegen water. Ik ga Leaf Storm doen en dan hoop ik dat ik hem in één keer versla. Wat ga jij doen, Kieran? Welkom. Oh, je gaat Hydro Pump, maar je mist me zo te zien. Ja, lekker. Ben ik blij mee. Want Leaf Storm maakt hem bijna kapot. En dan gaan we hierna voor Matcha Gotcha. Hij gaat inderdaad voor Hydro Pump. Ja, die doet... Nou, dat valt wel mee. Het is een hele goede aanval. Die is dan ook not very effective. Maar die doet echt niet zo heel veel damage. Volgens mij is Sinistra wel een aardig Pokémonnetje. En dan gaan we Poliwrath verslaan. Krijgen we nog een klein beetje HP erbij van mijn Matcha Gotcha aanval. Oké, zijn tweede Pokémon is down. We staan inmiddels weer voor. Maar wel maar een klein beetje. Hij gaat nu Cramorant gooien. Is natuurlijk ook een Flying-type. Ik denk dat Cramorant best wel eens een probleem zou kunnen worden.
Mijn team gaat deze Cramorant niet leuk vinden. Ja, laat ik maar voor Machagotcha gaan. Ja, Airslash die maakt gehakt van mijn Sinistia. Ja, dat dacht ik al. Ik ben te laag level. Ik denk dat de enige kans is om een Poliwrath te restalizen en dan Hydro Pump te gaan doen, zodat ik een volledig watertype word. Dat ik in ieder geval goed tegen zijn flying attacks kan. Oh, maar Hydro Pump is natuurlijk ook not very effective, omdat hij zelf een water type is. Ja. Heeft waarschijnlijk niet zo gek veel zin dit. Met Dynamic Punch kan ik hem wel confusen. Misschien is dat een optie, maar dan moet ik hem wel raken natuurlijk. Die move die mist nogal vaak en ik ben bijna kapot. Dynamic Punch raakt hem wel. En hij is confused. Dan kan ik nu mezelf even gaan healen. Deze battles met Kieran zijn best wel moeilijk. Doe me even jezelf raken, Cramorant. Dat was mijn doel. Oké, dan niet. Cramorant, raak jezelf even. Potverdorie, waarom raak je mij de hele tijd? Hou eens op. En dan is hij straks natuurlijk niet meer confused. Ja, dat dacht ik alweer. Hij snapt out of system confusion. Gaat hij nog een keer trashen? Ik wist dat Cramorant een probleem zou worden. Wat vervelend. Ik heb geen goede counter. Oké, hij is weer geconfused nu door zichzelf. Raak even één keer jezelf. Waarom raak je nooit jezelf? Als ik één keer confused ben, dan raak ik 100 keer mezelf. En die Cramorant raakt zichzelf gewoon 0 keer. Kom op, gun mij. Gun me gewoon even één keer, dat je één keer jezelf raakt. Oh my god. Het is niet te geloven. Een Poliwrath heeft ook bijna geen aanvallen meer over, behalve een ground-type attack. Ah, dit is zo oneerlijk. Hier, Dynamic Punch. Ben je weer confused? Maak even jezelf af, jongen. Doe gewoon één keer jezelf raken. Ja hoor! Toch nog één keer van de 362 aanvallen raadt hij zichzelf. Oké, wat krijgen we nu? Krijgen we nu een Pokémon waar ik tegen kan? Een Diplin. Ja, die is dus gras en dragon. Ik denk dat ik even niet wissel. Dan gaat waarschijnlijk mijn Poliwrath down. Dan wil ik even een max revive geven aan mijn Clefable. Hopelijk kan die even een super effective move doen op Diplin. Kijk, daar gaan we. Deze was ingecalculeerd. Goed gedaan, Poliwrath. Wat een heftige battle is dit. Ik had mijn Pokémon even allemaal 4-5 levels hoger moeten trainen. Dan had het echt een stuk makkelijker gemaakt, denk ik. Oké, we zijn sowieso sneller dan Diplin. Het is super effective en meer dan de helft van zijn HP is eraf. Hij doet een siropenbom. Daardoor gaat mijn snelheid blijkbaar naar beneden. Hopelijk ben ik alsnog sneller. Nee, hij gaat nu voor Energy Ball. Wow, gelukkig. Clefable overleeft het en dan kunnen we Diplin verslaan. Oké, deze tactiek werkt goed. Goed genoeg. Lekker gedaan, Clefable. Nu een Gligar. Die is ground and flying. Oh, daar heb ik eigenlijk Sinistia voor nodig. Nou, dan gaan we die maar weer reviven. Hij heeft wel een beetje hetzelfde team als ik ook. Hij heeft veel dezelfde Pokémon. Oh gosh, Earthquake. Sorry, Clefable, maar je hebt het wel goed gedaan. Ik ben trots op je. Op hoop van zegen een Leaf Storm. Oeh, Joel Wingbeat. Super effective. Auw. Oh nee, dit gaat helemaal niet goed komen. Ik denk niet dat mijn Sinistia dan deze Gligar kan gaan verslaan. Nee, dit is een kansloze missie, denk ik. Oké, dit moet ik opgeven, denk ik. Ja, dit is klaar met Sinistia. Oké, laten we Diplin dan even proberen. Die gaat ook kapot door de flying type moves, maar misschien dat Energy Ball genoeg is. Oh, hij gaat voor Excessor. Oké, is ook super effective, maar die overleef ik beter. Energy Ball, let's go! Oké, Gligar is weg. Ik weet niet hoeveel Pokémon die nog over heeft, maar dit gevecht duurt zo lang! Oh, dit was het! Oh, dit was de laatste Pokémon. Kieran, je bent wel een goede trainer, man. Waarom kan ik niet zo goed zijn als jij? Ja, eigenlijk alleen omdat ik max revives heb en zo. Anders had je van me gewonnen. Ik ga niet liegen. Kieran, je moet gewoon trots zijn op jou. En ik wilde niet tegen je liegen. Oh, hij wordt helemaal para. Zie je, hij wordt helemaal gek. Hij is ook gewoon een kleine ogre. Hij is echt super boos. Ja, dit gaat niet goed met je hand, hè? Kieran zegt, hier, beloofd. Het masker. Zeg gedag tegen de ogre van mij. En Carmen zegt, ik wil graag mijn excuses aan jou aanbieden. Kieran zegt, nee, ik ga naar huis. Hij is er helemaal klaar mee. Carmen zegt, ja, sorry daarvoor. Normaal gesproken is die helemaal niet zo, maar zou het door zijn leeftijd komen? Nee, dat komt omdat wij gewoon niet de waarheid tegen hem hebben gezegd. Carmen, oh my gosh, wat gebeurt er? Er was opeens een harde knal. Wat gaat hier gebeuren? Komen hier die drie choppies uit? Gaat het nu helemaal los? Oh, wow. Is hier een Terra Raid nu wat we kunnen gaan doen? Ja hoor, daar zijn ze. De drie gappies komen uit het monument. Maar hoe is dit gebeurd? Komt dat door die klap die Kieran er tegenaan gegeven heeft? Dit zijn dus de drie eikels gewoon, hè? Dit zijn de drie eikeltjes. Ja, wat gaan we hier tegen doen, Carmen? Mijn Pokémon zijn allemaal down. Ik denk dat jij dit even moet gaan doen. Oh, ze komen ook echt naar ons toe. Carmen zegt, oh, wat, hè? Wat gebeurt er? Griffic! Oké. Carmen die vraagt, wat willen jullie? Ze zijn iets aan het fluisteren. Ze zijn aan het overleggen. Met z'n drietjes. Oké, Yippie en Griffic willen ze. Carmen zegt, wat gebeurt hier? Kijk, ze gaan.
What? Oh, die jippie die vliegen weg. Die andere twee die gaan naar beneden op de, van de berg af. Gaan ze het dorp weer terroriseren? Dat hebben ze vroeger ook al gedaan. Carmen zei, ja, ze waren toch begraven onder dat beeld. Ja, hoe zijn ze dan weer tot leven gekomen? Dat is echt die klap geweest, hè, van Kieran, denk ik. Maar wacht, ze zijn naar Kitakami Hall toegegaan. Dit kan niks goeds betekenen. Laten we achter ze aangaan. Kom op, Rikachu. Oké, is goed. Ik moet eerst mijn team healen. Nou, ik blijf denk ik maar vaker laag bij de grond. Want straks komen we gewoon nog een shiny Pokémonnetje tegen of zo. Oké, we zijn in Kitakami Hall. Is hier het verhaal gaande wat er gebeurd is? Oh ja, ze staan een beetje te dansen. Ze zijn heel excited. En de ander die zit een beetje zo... Oké, ze zijn weer normaal. Ah, als het Rikachu niet is. Als je maar een paar minuutjes eerder hier was. En Carmen die komt ook aan en die zegt... Waren die gekke drie Pokémon hier? En degene die gaat over deze plek die zegt... Ik geloof dat jij de loyale drie bedoelt, Carmine. Ja, kijk, zij geloven natuurlijk nog dat dat de meest trouwe goede Pokémon ooit waren. En hij zegt, ja, jullie hebben wel wat gemist. De loyale drie zijn net hier geweest in deze kleine hal. En ze wilden graag de maskers hebben die we hier hadden opgeborgen. Dus natuurlijk hebben we die gegeven aan ze. Oh, nee! En we hebben ze ook nog een lekker gerechtje gegeven. Oftewel, ze zijn helemaal... verwend. Carmen die zegt, ja, je hebt ze En ja, Carmen die wordt weer gek en die zegt, je hebt ze eten gegeven. Ja, speciaal eten, waardoor ze nog sterker worden. Carmen die zegt, maar die maskers die zijn van Ogerpan, die zijn niet van hun. Ik zou willen dat ik ze alles kon vertellen, maar Carmen die vraagt, waar zijn ze naartoe gegaan? Ze zijn naar Oni Mountain gegaan. Misschien gaan ze die verschrikkelijke oger daar wel gewoon aanpakken. Oh nee, ze worden echt nog steeds als helden gezien. Ja, we hadden gewoon het verhaal aan iedereen moeten vertellen. Wij moeten Ogerpan gaan helpen. Ik moet naar de Dreaded Den om Ogerpan te helpen. En Carmen die gaat het masker maken. Oké, is goed. Hier heb je het masker, Carmine. Ogerpon, ik kom eraan. Ik ben er al bijna. Hieronder is een grot. Oh my gosh. Ik denk dat ik wel mijn team even sterker moet maken, hoor. Oeh, die XL-candies zijn echt heel goed. Yo, gasten. Laat Ogerpon met rust. Of je krijgt met mij te maken, hè? Ja, niet doen. Wat zitten jullie hem nou te pesten, jongen? Waarom kunnen jullie niet gewoon met z'n vieren leven? Ja, de stomme beer. Ja, laat hem met rust. Ogerpon is hartstikke lief. Is nog de kleinste van jullie vier ook gewoon. Ja, nee, niks jippie. Kom dan. Wat gaan jullie doen dan? Ja, jullie kunnen wel allemaal een beetje zijn stoer zitten doen. Een beetje overleggen. Oké, okay, ja, tegen jouw Mankey moet ik vechten. Kom dan, Mimiki. Ga je vangen, vriend. Kom maar. Ja, ik weet niet wie jij bent met je Mankey. Maar ik ga jou aanpakken. Oké, okay, ik kan hem niet vangen. Ik moet hem verslaan. Ik heb geen idee welk type jij bent. En die andere twee die staan er ook gewoon naast. Hè? Zo van, als je hem verslaat, dan zijn wij er nog. Nou, hier is een Moonblast die niet very effective is. Oké, okay, je bent Poison-type dus met je Sludge Wave. Oké, dan weten we dat ook weer. Daar heb ik niet zoveel counters voor, behalve de Earth Power van Poliwrath. Oké, je gaat even een nasty plotje doen. Nou, succes ermee, Monkey Dory. Zo heet dat ding blijkbaar. Hier, doe pijn hè, vriend. Ja, dat deed pijn. Gewoon even lekker Ogerpon met rust laten, vriend. Oké, je gaat Psychic Moves doen. Die heb jij dus ook nog. Dat is ook super effective op mijn Fighting Type Poliwrath. Oké. Ik ga jou wel serieus nemen. Ja, dit is wel een probleempje, hoor. Mijn team is niet heel erg gebouwd om deze Pokémon te verslaan. Gaat hij weer de Sludge Wave doen op mijn Ninetales? Is mijn Ninetales zo slecht? What up met mijn Ninetales? Misschien... Ja, ik weet niet. Is Ninetales echt zo slecht, jongens? Of heb ik gewoon een hele slechte Ninetales? Misschien moet Ariados er dommer in, mijn gloednieuwe shiny Pokémon. Oké, ik ben eventjes geterrestrialized. En dan ga ik Shadow Ball doen. Dus even kijken wat dat doet op zijn hoofd. Genoeg. Lekker. Bye bye, Monkey Dory. Dit had ik eerder moeten doen. En nu laat je Ogerpon met rust, vriend. Ja, wegwezen. Ja, ik zou me wegrennen, anders pak ik jullie alle drie. Opzouten. Ja, wegwezen met z'n drietjes. Kijk, daar zijn Kieran en Carmine ook. Carmine zegt, ja, ze wilden met z'n drieën tegen jou. Maar nu dat wij hier zijn, zullen we ervoor zorgen dat je spijt krijgt dat je ooit bent teruggekeerd. Kijk ze, ja, nu durven jullie niet meer, hè? 3-3. Nee, nu rennen jullie wel weg. Stelletje, pussies. Oh, Carmine die denkt dat het allemaal aan haar ligt. Dat zij de sterkste is, dat waar komt nou. Pff. Oh, wat? Wat is er, Kieran? Die zegt over dat masker. Ik werd zo boos en wat ik deed was echt dom. Dus ja, sorry. Ja, nee, ook sorry namens mij. Weet je? Ik bedoel, het probleem ligt meer bij mij dan bij jou, Kieran. Carmen, die heeft hem aan zijn nekhaar hier aan meegesleept. En ze is er trots op dat ze dat heeft gedaan. Nou, word er blij van. Bak een taart, Carmen. Hé, maar daar is Ogerponnetje. Hallo, joh. De echte oger. Wow, je bent echt stoer, zegt Kieran. Maar Kieran, jij wilde toch het masker teruggeven aan Ogerpon? Kijk, ja, het vind ik mooi dat jij dat mag doen. Een lege hand. Er zit uiteindelijk wel een masker in, maar dat zie je niet. Oh. Oh, Ogerpon is bang. Misschien moet je even door je knieën gaan.
op dezelfde hoogte zitten qua ogen. Dat werkt bij katten altijd, hè? Als ze heel jong zijn, om laag op de grond te zijn. Want als jij zo groot boven ze staat, dan denken ze dat jij een supergroot monster bent. Nou ja, geen monster. Maar ze vinden het gewoon fijn als je op dezelfde hoogte bent als de kat zelf. Misschien werkt dat met Ogrepon ook zo. Oh, moet ik het masker teruggeven? Nou, alsjeblieft, Ogre. Hey, kijk eens. Ja, prachtig. En, als het goed is, zit er nu een kristalletje in, hè? Carmen die zegt, zullen we de andere drie maskers ook aan Ogrepon geven? Ja, dat kan wel, maar die zijn meegenomen door die gekke drie loyale Pokémonnetjes. Carmen zegt, wij gaan een team vormen met z'n drieën. De masker terugbreng squad of zo. Het klinkt heel slecht, maar dat vind ik een goed plan. We moeten die loyale drie gaan vinden. Let's go! En dan gaan we die maskers even terugfixen. Hey, Ogrepon die zal nu achter me aanlopen. Oh, wat leuk. Kan ik je ook in mijn team gebruiken dan? Nee, je kan nog niet met hem vechten, maar hij gaat wel mee. What up, ogertje? Ja, dit ziet er leuk uit. Kom maar gezellig mee, joh. Oh, ik kan niet in jouw grot? Oh, ik kan wel in jouw grot. Maar ik ben hier al een keer geweest, volgens mij. Dus we moeten terug naar Musui Town om de loyale drie op te gaan jagen. Gaan we doen in de volgende video, dus doe een duimpje omhoog, abonneer. En dan zie ik je gewoon daar. Mazzel!